Hoi allemaal, super tof dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal Eline Klokzien. In deze video ga ik weer iets super lekker maken. Ik ga namelijk quiche maken. En vinden jullie dat leuk? Geef nou alvast een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, voor moest je dat nog niet gedaan hebben. En vergeet dan natuurlijk ook niet op dat belletje te klikken dat naast de abonneerknop staat. Want sorry bij de hashtag op tijd squad. En ben je altijd op tijd voor weer een nieuwe video. Dus let's go to the keuken. Oké, ik sta nu dus in de keuken en hier voor mij liggen alle ingrediënten die ik ga gebruiken voor de quiche. Dus die ga ik nu aan jullie laten zien. En zoals altijd staan de precieze hoeveelheden hieronder in de beschrijving. Ik heb echt super veel zin om eraan te beginnen, dus ik ga jullie eerst de ingrediënten laten zien. En dan ga ik alles voorbereiden, dus de groentjes snijden en zo. En dan kom ik bij jullie terug om te gaan tonen hoe je de echte quiche maakt. Dit zijn alle ingrediënten die ik gebruik. Bladerdeeg, paprika, broccoli, tomaat, worteltjes, kaas en liefst geraspte kaas. Of je kan een kaasblok kopen en die zelf raspen. En ook nog lekkere eitjes. Welke groente je gebruikt, dat maakt op zich niet uit. Dat mag je zelf bepalen. Maar ja, ik doe het meestal met deze groente. Dus met paprika, broccoli, tomaat en wortel. Maar je kan ook nog courgette gebruiken of aubergine. Of gewoon een andere groente die jij lekker vindt. Komkommer kan ook. Er bestaan nog zoveel verschillende groenten. Maar ik doe het vandaag met deze. En wat je ook nog nodig hebt, zijn spekjes. En dit zijn de spekjes die ik gebruik. Als je wil, moet je dit niet per se gebruiken. Maar bijvoorbeeld als je een vegetarische quiche wil maken of zo. Maar ja, ik vind het er wel altijd lekker in quiche. Dus vandaar dat ik dit ook ga gebruiken. En als je er bijvoorbeeld twee maakt, zoals ik vandaag ga doen, dan kan je bijvoorbeeld in één wel spekjes doen en in de andere niet. Dat kan je zelf allemaal bepalen. Net zoals je zelf de groenten kan bepalen. Ik ga nu dus beginnen met de groentjes te snijden en de voorbereiding doen. En dan kom ik bij jullie terug. Zoals je ziet zijn de worteltjes al gesneden. En dat komt omdat dit diepvrieswortels zijn. Dus als je het makkelijker vindt, kan je ook gewoon ervoor kiezen om al gesneden groenten te kopen. Zoals wij de wortelen. Je kan ook ervoor kiezen om de broccoli al gesneden te hebben. Dit vonden wij niet in de winkel. Dus daarom dat wij zo een grote hebben genomen. En ik ga dus nu beginnen met de ingrediënten te snijden. Ik gebruik trouwens ook nog een ui. Dat was ik ook nog even vergeten te zeggen. Maar deze gaat dus ook zeker in onze quiche. Gesneden. Ik heb hier dus de wortel die al gesneden was. Dan heb ik ook nog de ajuin gesneden. Ik heb twee paprika's gesneden. De broccoli. En deze vond ik wel heel moeilijk om te snijden. Want ja, ik had nog nooit zo'n grote broccoli gesneden. Maar ja, het is wel goed gelukt. Dus daar ben ik wel blij mee. En dan heb ik ook nog een beetje tomaat. En het sap van de tomaat heb ik erbij gelaten. Want ja, dat is ook gewoon lekker in de quiche. En wat ik nu ga doen is de spekjes bakken.
Want de spekjes moeten al een beetje gebakken zijn voordat die op de quiche gaan en in de oven. Dus ja, let's go. Ik ga het vuur aanzetten, dan doe ik de spekjes erin. Ik ga de twee pakjes gebruiken. En dan ja, kunnen we die bakken, hè. Oké, ik doe er een klein beetje boter in en als die helemaal gesmolten is, ja, dan mag het spek erbij. Eigenlijk moet er bij spek niet zo heel veel boter, omdat ja, spek heeft al genoeg vet van zichzelf. Dus ja, nu gaan we de spekjes erin doen. Ik ga gewoon ja, de twee pakjes doen, hè. Dus... En nu ga ik dit een beetje omroeren met een vorkje. De spekjes staan nu op het vuur en dat moet je altijd goed in de gaten houden. Ook als je met vuur werkt of zo, of aan het fornuis staat of groentjes moet snijden, kan je altijd hulp vragen aan een volwassene. Want ja, dat is soms misschien een beetje gevaarlijk om zelf te doen. Ik ga de oven ondertussen al voorverwarmen op 220 graden. En dan ga ik nog eens een keer door het spek roeren. Een beetje staan wachten totdat het spek klaar is en dan gaan we de quiche maken. Dit is dus het deeg dat ik ga gebruiken. Ik gebruik bladerdeeg en deze ga ik nu openmaken en hiervan hou ik de achterkant bij. Want daar staat op hoe je het moet bereiden in de oven. Dus ik hou dat bij en dan ga ik dit openmaken en zoals je ziet zit dat zo in een kartonnetje. Misschien kennen jullie dit al, misschien ook niet. Maar daar zit dus al bakfolie bij of bakpapier. En dat ga ik straks mooi knippen naar de vorm van mijn quiche. Want als er te veel bakpapier in de oven zit, dan gaat dat zo helemaal verbranden en zo. En dat willen we niet. Dus ik ga die nu uitrollen. Zo. En dat doe ik op dit kommetje. En hier ga ik mijn eerste quiche inbakken. Ik gebruik trouwens dit om mijn quiche in te bakken. Dit is ongeveer 1,5 centimeter groot. Maar je kan ook iets groter gebruiken van 2 centimeter groot of zo. Zoals bijvoorbeeld deze glazen kom. Alleen moet je wel zien dat het de kom mag zijn die in de oven mag. En ja, die groot genoeg is voor je quiche. De quiche zijn gebakken, het vuur is afgezet. Deze ga ik nog een klein beetje laten afkoelen. En ondertussen heb ik de bladerdeeg al in de twee kommen gedaan. Dus twee bladerdegen, één voor die en één voor die kom. En zoals je ziet heb ik de randjes afgeknipt, zoals ik al zei, voor ja, de oven, dat er niet te veel bakpapier verbrandt. En wat ik nu nog ga doen is met deze vork allemaal gaatjes prikken. Dat mag op willekeurige plaatsen. En ja, dat mag overal wel een beetje zijn. Dan ziet dat er helemaal top uit. De laatste stap die ik nog moet doen voordat ik de quiche echt kan gaan beginnen maken, zijn de eieren opkloppen. Dus die ga ik hierin doen en dan ga ik die gewoon zo met een vorkje klutsen. En ja, dat is eigenlijk de laatste stap. En dan kan ik de groentjes en het spek hierin gaan doen. En dan de eitjes erover en nog wat kaas erop. En dan kan onze quiche in de oven. Maar nu ga ik dus de eitjes klutsen. Wat zout en peper aan toegevoegd en nu ga ik dit nog even verder klutsen. Alle stappen zijn nu uitgevoerd om te kunnen beginnen aan de quiche. Dus ik heb hier mijn twee schalen met het bladerdeeg erin. En wat ik nu ga doen is daarop allemaal groentjes leggen, de spekjes. En als ik dat heb gedaan, dan giet ik het ei erover. Thank you.
kistjes nu gevuld met groenten. En nu ga ik het ei erover gieten. En het ei moet je, ja, daar moet je voor zorgen dat je dat heel goed verdeelt. Ik heb nu 8 eieren genomen. En je moet ook zien dat het niet te veel over de rand komt. Zoals hier bijvoorbeeld al. En dan nog deze. En ik zie nu dat ik ietsje te weinig eieren heb. Dus dan kluts ik er snel nog wat bij. Oké, ik heb hier nog wat ei bijgemaakt. En ik heb er ook nog wat peper en zout over gedaan. En nu mag de kaas erover. Wij hebben deze kaas. En we hebben ook nog mozzarella. Dus je kan eigenlijk kiezen welke kaas dat je het liefste wilt. En die mag echt hier helemaal over. Als je niet zo'n kaasliefhebber bent, kan je dat weglaten of er weinig over doen. Maar ja, wij vinden dat altijd wel lekker. Dus daarom gaan wij dit er ook op doen. Ik heb de kaas erover gedaan. En nu mag de quiche voor 35 minuten in de oven. Dus ja, ik ga die er nu in zetten. En dan kan die dus 35 minuten goed bakken. En zoals je ziet, ik heb 2 verschillende soorten kazen gebruikt. Want wij vinden kaas heel lekker. Dus ja, je mag ook kiezen hoeveel dat je erop doet. En deze gaan nu de oven in. Oké, de kistjes zijn nu helemaal klaar. En nu gaan die dus uit de oven. En dan gaan we door naar de smaaktest. Oké, ik ga nu de quiche snijden. Hij ziet er echt super lekker uit. Al zeg ik het zelf. En ik ben heel benieuwd hoe die eruit ziet aan de binnenkant. En daar gaan we zo meteen achter komen. Ah, hier is dan het eerste stukje. Het is wel niet zo helemaal goed gesneden, maar het ziet er wel echt super lekker uit. Dus die gaan we nu proeven. Dit is dus het stukje kies dat ik ga proeven. Dus ik ben super benieuwd. 3, 2, 1. De kies is nog redelijk warm. Maar die is zo lekker. En ook gewoon omdat de groenten allemaal vers zijn. Je proeft echt dat het al vers is gemaakt. Dus de kies is zeker geslaagd. Ik ga nu nog even verder eten. En voor jullie gaan we nu door naar de outro. Dit was dus de quiche. Hij was echt super lekker. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Dat ik het goed heb uitgelegd. En dat jullie misschien zelf eens een keer een quiche gaan namaken. Dus laat dat zeker even achter in reacties. Als je het een leuke video vond. Of als je het ook een keer gaat namaken. Ik ben echt super benieuwd. En dan zeg ik nu dank jullie om te kijken naar deze video. Hopelijk tot de volgende keer. En doei!